Zo, welkom weer bij een nieuwe AB Customs video. Week 100.000 van de step. Ja, want dat loopt allemaal natuurlijk niet zoals gepland. Nou, deze week gaan we toch dingen voor elkaar krijgen die hopelijk wel gaan zoals ze gepland zijn. Want, nou ja, zoals ik al verteld heb vorige week. Ik heb met die accu's heb ik problemen gehad. Ik heb met die motorregelaar problemen gehad. Met een gebrek aan kennis heb ik problemen gehad. En zo eigenlijk iedere keer... Ja, loopt mijn planning gewoon niet zoals die zou moeten gaan. Dus dat is wel beroerd. Maar ja, dat, zo is het wel een beetje zoals het gaat. Dus daar hebben we het dan ook wel mee te doen. Nou, wat ik deze week in ieder geval voor elkaar wil krijgen is dat de step optisch klaar is. Dus alle verlichting erop, alle remmen erop. De verrassing, nou, die ga ik ondertussen verklappen. Er komt nog een bestikkering op. Die wil ik erop hebben deze week. En dan, goed, we kunnen in ieder geval rijden. Maar ja, eigenlijk... zitten we maar op 20% van het potentiële vermogen van dat achterwiel. Daar komt het eigenlijk op neer. En met 20% van het vermogen halen we nog steeds dik 60 km per uur. Maar ja, hij moet makkelijk 100 kunnen lopen. En ga je 100 rijden op een step? Ik denk dat dat wel meevalt. Maar het is natuurlijk wel leuk om in ieder geval die power te hebben. Die echte trekkracht. Dus dat is eigenlijk een beetje wat hij kan. Nou, in instantie ga ik dus even beginnen. Ik heb hier ook... wat handvatjes binnengekregen. Ik heb een remkabeltje binnengekregen met wat tonnetjes. We hebben natuurlijk de originele koplamp nog. De achterrem moet er nog op. De dekplaat moet er nog op. Dus dat gaan we eerst allemaal eens even onder maken. En natuurlijk, nu moet ik iedere keer met een stekker moet ik, de boel aan en uitzetten. Nou ja, dat moet ook even anders. Dus dat eigenlijk. Dat wil ik allemaal even in orde gaan maken nu. Zo, nou, zoals jullie zien... ja, is eigenlijk heel de step weer netjes opgebouwd, hè? Alle kabels zitten eraan, alles werkt, alles doet het. En wat ga je dan doen? Dan ga je lekker rondjes rijden, dan ga je lekker testen en dan ga je lekker een beetje proberen. En jullie weten allemaal dat ik 2 jonge kinderen heb. En die vinden het natuurlijk fantastisch om met papa een rondje op de step te gaan rijden. Dus nou ja, dat doen we natuurlijk regelmatig, we wonen in een klein dorp. En natuurlijk, die step die loopt 60, 65, soms 70, ligt er een beetje aan. Maar dan ga je natuurlijk niet met jonge kinderen ga je die snelheden rijden. Maar ja, nogmaals, die kinderen die vinden het natuurlijk fantastisch om lekker even met papa een rondje te rijden. Nou ja. Dus zo ook gisteravond, zondagavond, het was 5 uur. En ik denk, joh, leuk joh, met die oudste nog even een rondje rijden. Het was heel erg slecht weer geweest, dus even lekker naar buiten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Wij stappen op de step, we gaan lekker een rondje rijden en nog een rondje en nog een rondje. Want ja, als je helemaal lekker aan het rommelen bent, dan gaat dat zo. En wat denk je? Kom ik politie tegen. Denk je, ja, nou kan ik er vandoor gaan. Ik was op een weggetje, ik kon links kon ik zo een achterpaadje in. Rechts kon ik tussendoor en dan kon ik eigenlijk zo weg. Maar goed, hier rijd ik met een kind van 6. En ik zal waarschijnlijk in de video niet eens mogen zeggen dat je gewoon voor de politie weg moet rijden. Maar ik had het altijd gedaan als ik alleen was. Maar ja, nu niet. Ik ben netjes gestopt. En 2 jonge agenten. Ik denk dat ze jonger waren dan ik. Maakt verder niet uit. En die ene die was verderop al uit de auto gesprongen. Want die dacht dat ik er echt vandoor ging. Ja, ik denk ik rij gewoon door en ik zie wel wat er gebeurt. Nou ja, en die andere die was als het idioot met die auto gekeerd. En die zette zelfs een zwaarlicht aan om mij, om mij tot stoppen te dwingen. Dus best. Prima. Nou ja, lang verhaal kort. Dat gaat natuurlijk geld kosten. Altijd. Maar ja, ik weet natuurlijk ook wel dat je met een steppie eigenlijk niet op de openbare weg mag. En dat de kans best wel groot was dat ze dat ding natuurlijk in beslag zouden nemen. Nou ja, natuurlijk na een beetje uitleggen wat ik allemaal doe. Hè, dat het natuurlijk voor het hele YouTube project is. Dat het is om de jeugd een beetje toch aan het sleutelen te krijgen. Nou ja, ben ik redelijk gemast. En heb ik eigenlijk alleen maar een boete gekregen voor het zich op de weg bevinden met een daarvoor niet gekeurd voertuig of zo. Nou ja, €280 hè. Man, als de officier... het niet nog eens een keer verhoogd. Want dat kan hij dus ook nog doen. Nou, ik heb gelukkig een aardige schone lei. Ik heb vroeger heel veel boetes gehad in mijn brommertijd. Maar ja, dat is ondertussen 15 jaar geleden. Ik geloof niet dat ik ze daar nog over hoor. En met de auto valt het eigenlijk ook wel mee. Want ik ben helemaal niet zo'n wijze hardrijder. Ja, ik rij wel hard, maar ze pakken me nooit. maar goed, vooruit. €280. En het gekste waar ik behoorlijk mee in mijn maag zit. Is, als ze me nog een keer zien rijden, ben ik hem dus wel kwijt. Want ze hadden hem gewoon in beslag mogen nemen. Ja, en dat vind ik wel echt kut, hè. Daar ben ik eigenlijk echt ziek van. Want ik bedoel, het is eigenlijk een ding geworden wat super lekker rijdt. Het is een fantastisch ding. En dan krijg je dit gejank weer. Dus
Ja, al met al ben ik eigenlijk wel een beetje verdrietig van het hele gebeuren. Maar ik heb misschien al een keer eerder verteld dat ik wel met het NW bezig ben om op kenteken te krijgen. En ik denk, als ik het zo zie staan, dat ik het ook wel voor elkaar krijg. Eigenlijk, natuurlijk alle onderdelen die ik gebruikt heb, die zijn van een goedgekeurde scooter geweest. Dat kan ik ook aantonen. En daarbij, ja, er zijn een aantal regels waar het ding aan moet voldoen. Dat is dat er gewoon kloppende verlichting op moet komen. En officieel moet er een zadel op komen. Dus deze plaat, daar ga ik nog een tweede van maken. Met een zadelpennetje erop. Puur alleen voor de keuring. En het kan zelfs zijn dat ik even een lager stuur moet maken. Dat het geheel allemaal iets beter klopt. Maar goed, dat is allemaal voor later zorg. Maar dan kan ik dus inderdaad dat ding op kenteken gaan krijgen. En dat, ja, dat lijkt me fantastisch. Want dan kan ik ze ook gaan produceren. En ja, wie wil er geen step? Kijk, ze zullen niet goedkoop worden. Maar ja, natuurlijk met de potentie dat je dus echt serieus hard kan gaan rijden, denk ik wel dat er een markt voor is. Dus laat dat sowieso vast even in de comments weten. Van, ja, wat zou jij nou voor zo'n step over hebben? En niet, ik vraag niet van hoeveel zou je voor deze step betalen, maar wat zou een realistische waarde zijn voor een step als deze? Het is natuurlijk niet te koop, er zijn heel veel steps te koop, maar niet in deze afmetingen en ja, met deze eventuele specificaties. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat er gaande is. Dus ik zit wel even een beetje met een flink brok in mijn maag. Nogmaals, ik heb heel veel mazzel gehad, maar ik ben er ook echt wel goed ziek van geweest. €280. Ik heb er wel even uitgerekend, als alle 9200 jullie 30 cent betalen, 9200 abonnees, dan is die gewoon betaald voor die bekeuring. Dus jongens, ik zal in de beschrijving zal ik mijn rekeningnummer vermelden. Doe er wat mee. Ik zou... Help mij de kerst door. Man. Best. Nou ja, goed. Heel hoop gelul. Maakt verder allemaal niet uit. We gaan gewoon verder. Want dik snikkel. We blijven gewoon rijden. En ik neem het risico gewoon. Vanavond komt Xander. Dat is een maat van me. Die komt de step bestickeren. Ik heb de kant al gezegd. Hij blijft niet blauw. Er is nog een dingetje wat ik verzonnen heb. En dat zit nog in het vat. Dus dat komt hij vanavond doen. Dat ga jullie zo meteen dus zien. En daarna gaan we gewoon toch die testrit video maken. Die doe ik sowieso wel op afgesloten terrein. Dus daar zal niet veel gezeik over komen. Maar een klein kijkje in mijn miserige kutleventje even. Man.
En dat is hij dan geworden. Wow, yo. Dit is goed gelukt, zeg. Xander, die echt super bedankt, jongen. Want ja, hè, ik kon het ook wel. Maar A, het was gezellig. En B, wat is dit goed gelukt, hè. Nou, maar schijnbaar moet ik alles nog even wel goed met de verf veunen, even warm veunen. Om hem goed te laten hechten. Het is natuurlijk van die echte autorepfolie. Dus het is super, super slide vast en heel elastisch. Dus in principe gaat dit er nooit meer af. Nou, we hebben natuurlijk hier op die treeplank hebben we weer twee strepen anti-slip geplakt. Ik vind het niet super mooi. Maar ja, dat kon echt niet anders. He, er zit eigenlijk geen enkele manier hoe dat ik het anders kan doen. En nu snappen jullie waarschijnlijk ook waarom dat dit geen traanplaat is, maar dat het gewoon vlakke plaat is. Want dan kan natuurlijk die camouflage mooi doorlopen. Dus ik ben hier zo verschrikkelijk blij mee. Dus nou ja, hè, de enige stap die we dan moeten doen is hem nou eens een keer echt goed de modder in smijten. Op een afgesloten terrein, voordat hij weer afgepakt wordt. Dus dan ga ik van het weekend opnemen. En daar is hij voorlopig even klaar met de step. Ik heb ondertussen wel de knoop doorgehakt om toch die andere accu te kopen. Dus Bob, waar ik die controle van gekocht heb, die gaat ook voor mij een accu bouwen. En een accu waarmee die regelaar op 100% kan. Dus dat betekent echt met een spinnend achterwiel er vandoor. Ja, dat willen we hebben, hè. Nou, en ik heb ook nog heel veel zitten denken over wat ik nou moet gaan doen met die RDW-goedkeuring. Ik heb ondertussen wat contact gehad. En eigenlijk, ja, schijnt het wel haalbaar te zijn. Alleen het is een geldkwestie. Ik weet niet precies wat het gaat kosten. Heb jij nou een bedrijf en je zegt, ja, ik vind het vet om zo'n ding in productie te gaan nemen, ja, neem even contact met me op, want voor hetzelfde geld kunnen we elkaar vinden, hè? En dan kunnen we samen die dingen gaan produceren. Zoals jullie weten, ik heb zelf natuurlijk niet de tijd om die dingen allemaal te gaan maken, maar ik kan natuurlijk wel het ontwerp en het promotiegedeelte doen. Dus heb jij een bedrijf en het lijkt je interessant om er wat geld tegenaan te gooien om echt een serieus vet bedrijfje op te zetten, ja, dan hoor ik het graag van je. En dan hoop ik dat er een rooskleurige toekomst aankomt. Ik ga jullie vast bedanken voor het kijken naar deze hele videoreeks. Er komt op het Amerikaanse kanaal, het Engelse kanaal, komt er weer een compilatievideo van het hele project. En dan kom ik ergens in het nieuwe jaar kom ik terug met een nieuwe accu. En dan gaan we nog een testrit doen voor de volle boost. Jongens, super bedankt voor het kijken weer naar al deze video's. En ik wens jullie vast een heel gelukkige jaarwisseling. Later.